Ik had vroeger een eigen bedrijf en het was allemaal mooi en fantastisch. Toen kreeg ik een ongeluk en het is me een beetje in duigen gevallen. Maar nu heb ik behulp van Paddy om mij dingen te helpen waar ik zelf niet meer helemaal kan. En daar ben ik dankbaar voor. Ik begeleid mensen die nog thuis wonen. Die hebben allemaal hersenletsel. Ik heb jongere cliënten, ik heb het oudere cliënten. Ik heb gezinnen. Het maakt wel heel gevarieerd. Vermoeidheid is een grote wat vaak meespeelt. Mensen gewoon niet meer in beweging komen. Goedemiddag. Goedendag. Het geheugen natuurlijk, wat in de steek gelaten wordt. Korte termijn of lange termijn geheugen. Dat zijn wel een aantal kenmerken wat toch wel typerend is voor mensen met NAH. Iedere cliënt heeft zo zijn eigen begeleiding nodig en dat spreekt me eigenlijk wel aan. En het is gewoon gelijkwaardig. Kijk, één oproep gemist. Ik heb een echtpaar waar zowel man als vrouw allebei hersenletsel hebben. En het moeilijk vinden om met elkaar om te gaan. Daar geef ik een stukje partnerbegeleiding hoe met elkaar om te gaan. Nou, kijk. Daar is Paddy voor. Maar ik heb ook een cliënt die vindt het lastig om boodschappen te gaan doen in de winkel. Omdat hij zoveel prikkels om hem heen krijgt. Een andere cliënt die heeft weer nodig bij de boekhouding. De andere is weer met koken. Het is heel veel verschillende dingen eigenlijk. Sommige mensen hebben dat ze het leven even niet zien zitten. Dat zijn natuurlijk wel lastige dingen. Om dat ook te bespreken van waar dat dan aan ligt. En als iemand dan toch weer de zin van het leven inziet doordat jij dan daar bent. Dan is dat toch wel een mooi doel. Je kunt je eigen tijd indelen met de cliënten. Je hoeft de feestdagen in principe niet. Je hebt een klein team wat gewoon perfect is. De contacten zijn goed. Ik denk dat dat gewoon de leukste baan is.